De herinrichting van de nu weer gevonden weg verkeert in de afrondende fase. Minister Vijay Chutkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft zich op maandag 13 januari tijdens een oriëntatiebezoek tevreden uitgelaten. Gedurende de werkzaamheden zijn onder meer de afvoeraansluitingen van de in totaal 70 zijwegen aangepakt. Momenteel zijn de bestratingswerkzaamheden van het trottoir en het looppad in volle gang. Hiervan rest nog ongeveer 1,7 kilometer. Nou ja, we zijn aan de nieuwer gevonden weg. Laat me aangeven, als we de nieuwer gevonden weg kennen zoals het vroeger was, dan merken we natuurlijk dat we heel erg blij moeten zijn dat we een stuk werk hebben kunnen verrichten voor de Surinaamse gemeenschap al hier. U weet dat de nieuwer gevonden weg plus minus 70 zijstraten heeft. En natuurlijk niet te vergeten, het hoofdweg is ook heel dicht bevallig. Het was niet makkelijk zoals ik dat heb natuurlijk mogen vernemen. Maar het is ons gelukt samen met de aannemer en de directievoerder in deze. Ervoor te zorgen dat we dus nog plus minus 1,2 kilometer aan bestrating nog over hebben. De rioleringswerken zijn ook uitgevoerd. Als ik even mag uitweiden wat het project precies inhoudt. Het gaat om dus het verharden van de nieuwer gevonden weg. U weet dat de nieuwer gevonden weg in een heel deplorabele staat verkeerde. Daarnaast hebben wij dus meer dan 25.000 vierkante meters aan bestrating hier moeten doorvoeren. We hebben de masten, de EBS-masten, zijn weggehaald en verplaatst naar de andere kant. Waardoor dus maar aan één kant van de weg netjes de masten zijn aangebracht door EBS. Vervolgens zijn dus alle SWM-buizen vernieuwd. Dus er zijn opnieuw buizen gelegd. Dat is ook tegelijkertijd ter hand genomen. De andere nutsbedrijven hebben natuurlijk ook hun bijdrage geleverd. Telesuur enzovoorts ook. En daarnaast is dus een riolering van plus minus 10 kilometer aangelegd. 5 kilometer links en 5 kilometer rechts is aan hoofdriolering opnieuw aangelegd. Omdat het oud systeem niet meer voldoende capaciteit bood. Daarmee hebben we tegelijkertijd het ontwateringsproblematiek hier aan de nieuwer gevonden weg gelijk verholpen. U begrijpt natuurlijk vanwege deze aanpak dat deze weg dan wat hoger is komen te liggen dan bepaalde van de percelen hier die langs de nieuwer gevonden weg liggen. Daar moet natuurlijk ook nog gekeken worden. De interne ontwateringsstelsel van de percelen die is weer aangesloten netjes op het lateraal stelsel. Maar alle 70 zijstraten zijn weer ook hierop aangesloten. Dus ook daar is er een verlichting gekomen, moet het makkelijk af te voeren zijn. Wat we wel merken, en dat heeft de aannemer ook beaamd, is dat er heel veel puin weer terechtkomt in onze hoofdrioleringsstelsel. Omdat mensen natuurlijk ook links en rechts nog steeds vuil dumpen. We vragen natuurlijk aan de gemeenschap om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. We begrijpen natuurlijk dat, en we weten dat hier optimaal vuilophaaldienst komt om het vuil op te halen. Wat we ook hebben gemerkt is dat monteurszaken het niet nauw nemen met de investering die de regering hier heeft gepleegd. En dat men natuurlijk op een heel onverantwoorde wijze voertuigen parkeert op de bermen waar de voetgangers van gebruik moeten maken. Waar straks ook het langzaam verkeer gebruik van moet maken. En dat doet ons niet goed. Dus we gaan natuurlijk ook een beroep op hun moeten doen om zich te gedragen zoals dat van hun verwacht wordt. Ze mogen hun bedrijf hebben, daar komt niemand aan. Maar zorg ervoor dat je geen overlast vormt door een bedrijf te hebben voor de omliggende gemeenschap, voor de voetgangers, voor de kinderen die hier moeten lopen om hun school te bereiken. Daar vragen we natuurlijk aandacht voor. Daarnaast, je gaat merken, verderop hebben we dat mogen zien, is de aannemer bezig om een toplaag aan te brengen. Het is een beetje boksheet, roodachtige kleur, waar de bromfietsers en de fietsers direct gebruik van gaan maken. Wat er daarnaast nog moet gebeuren, is dat dus de beleiding nog moet worden aangebracht. Ze zijn al gestart met wegmeubilair. Dus we krijgen straks een brede weg, hij is 6 meter breed, een brede weg, waar dus alle verkeersdeelnemers precies moeten kunnen weten waar zij thuis horen. Hier op deze weg, aan de nieuw weer gevonden weg. Dus nogmaals, er is heel veel werk verricht.
Het was niet makkelijk. Het is een heel complexe situatie hier geweest. U weet dat de nieuw weer gevonden weg één van onze drukke wegen is hier in dit gedeelte. En het is ons toch gelukt om vanwege die gezamenlijke inspanning zorg voor te dragen dat wij natuurlijk ook samen met die gemeenschap hier een heel mooi project hebben kunnen uitvoeren. Dit is uiteindelijk voor de gemeenschap. En we vragen natuurlijk en we feliciteren alvast de gemeenschap hiermee met dit gedeelte van het werk dat reeds is uitgevoerd. We gaan natuurlijk verder. Maar ook bedanken wij natuurlijk de totale gemeenschap voor het geduld dat ze hebben kunnen moeten betrachten. Dat wij dus de gelegenheid hebben gekregen om dit project uit te voeren. We kijken uit natuurlijk richting de totale oplevering van de nieuw weer gevonden weg, zoals de aannemer dat heeft gehad om uit te voeren. We verwachten dat dat binnenkort kan plaatsvinden. Maar natuurlijk zijn er nog hier en daar wat zaken die net zijn besproken. En we zorgen ervoor dat zowel het ministerie als de aannemer samen met de directievoerder en niet te vergeten de gemeenschap en andere instituten er goed werk van gaan maken om de knelpunten verder uit op te lossen. En we moeten natuurlijk dan richting oplevering van dit mooie project. Minister, u hebt het gehad over het dumpen van zwerfvuil, het hier en daar gooien van petflessen. Moeten we niet terug naar de situatie van vroeger waarbij langs alle straten mooie grote tonnen waren waarin de mensen hun puin erin, hun afval erin kunnen doen? Want dat is een van de klachten wanneer de mensen aanspreken van ja, maar ton no de. Nee, kijkt u, en we hebben gemerkt, het heeft niet gewerkt. Het is diezelfde gemeenschap die hier weer heeft bewezen dat het niet is gelukt. Ik ken die tonnen die op de hoeken van de wegen waren geplaatst. Wat er gebeurde is van heinde en verre, omdat het niet even makkelijk te controleren was. Mensen allerlei zaken komen dumpen. Hij raakt vol, omdat het verzorgingsgebied daarop was afgestemd. En wanneer je meerdere zaken daarin gaat proberen te dumpen, denk maar aan kadavers en alles. Het bracht vooral voor de gemeenschap die heel dichtbij woonde, heel veel overlast. Stankoverlast, vliegenplaag. En natuurlijk, omdat niet gelijk een strakke controle misschien daarop was, want je gaat ervan uit van het is geplaatst. En de overheid zal natuurlijk op tijd, of moet op tijd, ledigen. En dat gebeurde ook. Maar natuurlijk, laten we even eerlijk zijn, hij kan alleen een hoeveelheid aan vuil opnemen en daarna gaat het niet meer kunnen. En dat was het probleem. Men begon dan natuurlijk ernaast te zetten, de honden kwamen er tegen, vuil zodanig op elkaar gestapeld dat hij begon te vallen naar beneden. Allerlei onregelmatigheden die ervoor hebben gezorgd dat ook de gemeenschap in principe niet zozeer ernaar ging uitkijken. Nu zijn we anders bezig te werken. We laten de aannemers niet meer overdag werken. Het is bekend wanneer de vuilophaal aannemers langskomen met hun voertuigen om vuil op te halen. We vragen alleen dat u op tijd het wel aanbiedt. Niet ruim daarvoor, zodat die hond niet eraan komt. Maar ook niet wanneer hij voorbij is gegaan, moet hij proberen het nog daar te zetten. Want hij gaat het niet kunnen meenemen. Hij komt één keer langs en zorgt ervoor dat het schoon wordt gemaakt. Wanneer hij is vertrokken, dan moet hij wachten op een eerstvolgende ophaalmoment. En we merken dat de gemeenschap niet altijd even nauw daarmee neemt. We begrijpen dat u misschien ergens bent en het is wat later geworden om je vuil aan te bieden. Maar ergens moet de gemeenschap natuurlijk ook kunnen inzien dat stukje verantwoordelijkheid om het aan te bieden niet iets is van de overheid. Het is iets van hunzelf. De gemeenschap moet het aanbieden en de overheid zorgt ervoor dat het wordt opgehaald. Dus een grote ton vlak hier voor de Hardoir-Singweg bijvoorbeeld te plaatsen. 1. Waar ga je hem precies plaatsen? Want hij is een behoorlijk smalle weg. Hij moet verkeerstechnisch ook niet in de weg staan dat auto's er tegenaan moeten komen. Daar moeten we zeker rekening mee houden. En 2. Is het überhaupt de mensen die hier in de weg wonen die de kans zullen krijgen om vuil erin te dumpen? Omdat ook mensen die gewoon voorbij gaan, hun groot en grof afval proberen te dumpen in die grote tonnen. Kadavers worden daarin achtergelaten, daar is hij niet voor. Hij is voor huisvuil, voor de Hardoir-Singweg, een voorbeeld voor de Hardoir-Singweg. En ja, dan kan je weer zeggen, ja, de overheid moet controle uitvoeren. Tot wanneer? Tot waar? Strek die controle. Want de gemeenschap heeft ook een stukje verantwoordelijkheid. En het is geen vingerwijzing naar wie dan ook. Maar we moeten wel nu gaan inzien
dat wij als Surinamers dit mooie land niet verder kunnen vervuilen. We hebben een stukje verantwoordelijkheid. Grof afval moet u zelf afvoeren richting Onamibo. Wat we wel doen is wanneer we eenmaal in bepaalde buurten integraal aanpakken, dat we de mensen wel aanschrijven via de commissaris om een bijdrage te leveren. Zet uw grof afval op straat en de vuilophal neemt het mee. Maar nogmaals, ik kom terug, de overheid, de regering heeft een verantwoordelijkheid. Absoluut. Maar zo ook de gemeenschap. En als beide goed samen kunnen werken met elkaar, dan moet het wel lukken. U hebt ook gesproken over de wegmeubilair. Er is wat mooie ruimte gecreëerd voor de bromfietsers, de fietsers. Er is faciliteiten voor de voetgangers. Hoe staat het met de bushaltes? Want we kennen de problemen van de lijnbussen die her en der gewoon stoppen voor mensen om in te stappen en om uit te stappen. Daar is het ministerie van Openbare Werken, waaronder dus het directoraat Transport resorteert, reeds geruime tijd begonnen om te identificeren de plaatsen, de locaties waar bushaltes zouden moeten komen. U begrijpt dat je niet morgen kunt langskomen hier aan de nieuwer gevonden weg en zeggen van luister, daar gaan wij een mooie bushalte opzetten. Het moet eerst goed gecheckt worden, hij moet de juiste locatie krijgen, omdat hij verkeerstechnisch ook goed moet staan. Niet wanneer een bus daar staat, is het dan natuurlijk weer de bedoeling dat hij een stagnerende factor moet gaan betekenen in het verkeer. Juist daar zou een bushalte een bijdrage bij moeten leveren. Maar dan nog merken we dus dat, en ik zeg niet dat wij het niet gaan doen, we zijn al bezig. Een heleboel locaties zijn al goed bestudeerd en ook goed bevonden. Maar we zien natuurlijk, en kijk maar aan de Indira Gandhiweg, waar PL route is, dat de meeste bushaltes zijn aangereden. Een paar staan er nog net, halfjes. Ook daar moeten we gaan kijken. Maar het is een stukje strak beleid die we gaan moeten uitvoeren. En strak beleid is niet bedoeld om wie dan ook die gebruik moet maken daarvan onaangenaam te zijn. Maar het gaat gewoon om een stukje ordening. Als hij daar staat, moet hij gebruikt worden. Want daarvoor is hij er natuurlijk. De bushouders die moeten natuurlijk zich ook houden daaraan. En ervoor zorgen dat hun buschauffeurs zich houden aan de regels die in het verkeer gelden. Want die zijn gemaakt niet voor mooi. Maar ze moeten gebruikt en toegepast worden. En natuurlijk verwachten we ook van de passagiers dat wanneer die bushuizen daar staan, dat ze straks daar gebruik van moeten gaan maken. Want als zij ook natuurlijk op diverse locaties staan, terwijl er op 3 meter afstand een bushalt of een bushuisje is, dan heeft het ook natuurlijk zijn doel niet behaald. Het doel is, hij moet zorgen dat u daar, dat u als passagier, dat u daar op uw bus kunt wachten, de route die u wilt volgen natuurlijk. En dat als het regent of er is felle zon, dat u dan beschermd bent natuurlijk tegen dat soort zaken. En de bushouders, de buschauffeurs moeten weten dat ze daar natuurlijk de mensen moeten kunnen ophalen en afzetten. Dus ik begrijp het belang van de bushaltes en de bushuisjes. Maar we gaan ook daar een goede en gezamenlijke inspanning moeten plegen. Het moet niet een investering zijn die straks 1 teniet gaat of 2 het doel mislaat. Maar het is weer een gezamenlijke inspanning van de stakeholders die betrokken zijn in de transportsector. En zeker ook de passagiers die onze klant zijn. En die wij natuurlijk op de juiste manier moeten bejegenen. Maar zeker ook ervoor moeten zorgen dat die transportsector 1 is die goed geordend moet zijn. En de klant tevredenheid ook omhoog getrokken moet worden. Als u nog heel kort hierop kan ingaan, de werkzaamheden hier aan de Nieuwer Gevonden Weg. Ik neem aan dat het loopt vanaf de Indira Gandhiweg op de hoek tot bij de Magentabrug. Hoe staat het met dat andere gedeelte naar Kwarasang, die einde van de weg, dus verlengde Nieuwer Gevonden Weg? Nou, laat ik daaromtrend aangeven dat dat stukje reeds in een studiefase is geweest. De documentatie is voor een groot deel ook al in orde gemaakt. Maar ik denk niet dat ik u ga kunnen beloven, absoluut niet, dat wij dat voor 25 mei aanstaande verkiezingen al rond kunnen krijgen. U begrijpt dat natuurlijk ook daar er financiële implicaties aan toe zijn.
Dus dat goed, moet natuurlijk ook goed besproken worden binnen de regering. En dan gaan we prioriteiten moeten stellen wanneer wat zal worden aangepakt. Natuurlijk, ik weet dat de gemeenschap ook daar uitziet naar een hele mooie weg zoals het hier is in dit gedeelte. En daar moeten we ook aandacht voor hebben. En als we zo ver zijn, zal natuurlijk de regering een start moeten maken ook met dat stukje.